De COVID-19 variant Omicron is aanwezig in Suriname. Dit is vastgesteld aan de hand van monsters die het ministerie van Volksgezondheid voor onderzoek naar Nederland heeft opgestuurd. Dit verklaart de huidige explosieve toename van besmettingen. In gesprek met de communicatiedienst Suriname gaat volksgezondheidsminister Amar Ramadien in op de huidige ontwikkelingen rond het virus. Nou, zoals u weet zitten wij op dit moment in de vijfde golf. Suriname heeft dus vanaf maart 2020 reeds 5 golven meegemaakt. We zitten nu diep in het midden van de vijfde golf. We weten nog niet hoe lang deze golf zal duren. Maar feit is wel dat de golf is gestart rond de jaarwisseling. Waarbij we een explosieve stijging van gevallen constateerden. Ook de aanmeldingen bij de swabposten was enorm. We gaan maar na dat we op bepaalde dagen zelfs bijna 2000 testen hebben verricht. 2000 swabs hebben afgenomen. Mensen melden zich niet zomaar aan. En als mensen zich aanmelden, zijn het mensen die klachten hebben. Klachten met griepverschijnselen, klachten zoals griepverschijnselen en klachten die passen bij COVID-19. Maar neem ook in oogenschouw dat wij op dit moment ook heel veel griepgevallen hebben. Dat is altijd zo in Suriname, in januari meestal, dat we merken dat er een lichte stijging is van griepgevallen. Maar feit is dat duidelijk was dat de ontwikkelingen in december met betrekking tot de feestdagen, waarbij de oproepen van de regering van laten we voorzichtig zijn, we komen net uit die vierde golf. Laten we proberen de situatie zo lang mogelijk stabiel te houden. We waren zelfs ergens waar het percentage 5% was en het aantal besmettingen niet eens 10 tot 15 per dag was. Ziekenhuizen waren leeg, afdelingen. ICU's waren al afgenomen tot misschien 2 tot 5 personen die in de IC lagen met COVID. Die situatie hebben we niet lang mogen ervaren. Het was wel een hele aangename situatie, omdat we dus nu vanuit het ministerie al bezig waren om plannen te maken voor de herstart van de reguliere zorg. Het oppakken van zaken die zijn blijven liggen. En dat wij met de hoop dat wij lang in die zonder een golf zouden komen te zitten. Echter, we waren ook ervan op de hoogte dat de Omicron variant ontstaan was. Inmiddels al in 90 landen bevestigd was in december alleen. En dat wij in principe wel het inreisbeleid hadden aangescherpt. En dusdanig gemaakt dat wij de kans op het importeren van een COVID-19 hadden verkleind. Lag het gewoon om de hoek. Want in ons oosterbuurland, Frans-Guyana, was Omicron al heel vroeg in december aangekondigd. En je zag gewoon ook die stijgingen in Frans-Guyana ontstaan. En het was eigenlijk voor ons een situatie van op de rand. Dus toen op 28 of 29 december de cases begonnen toe te nemen, toen begon er een lichtje te branden bij de deskundigen. En was het mogelijk reeds sprake van besmetting. In december zijn er dus inderdaad samples weggestuurd. En we hebben gisteren, dat is op 10 januari, hebben wij de resultaten ontvangen dat Omicron bevestigd is. De details over hoeveel percentage van de samples Omicron waren, die krijgen wij nog. Maar feit is wel dat het laboratorium waar wij de dingen sturen, in Rotterdam, aan ons heeft bevestigd dat Omicron aangetroffen is in die samples. Dus het geeft al vrij duidelijk aan dat de Omicron variant verantwoordelijk is voor die vijfde golf. In samenspraak natuurlijk met het feestgedrag, het negeren van het presidentieel besluit, die beweging in die samenleving, samenscholing van mensen, socializen, onverantwoord, et cetera. Dus dat is de situatie waar we nu verkeren. We hebben op dit moment gemiddeld rond de 400 cases per dag, gemiddeld hoor. Een besmettingspercentage tussen de 40% en 50%. De R die zit nu is weliswaar gedropt. We hadden een R op een gegeven moment van rond de 9. Dat is het reproductiviteitsgetal. Dat is het getal, de factor waarmee wat eigenlijk aangeeft hoeveel personen besmet kunnen raken door 1 besmetting. Dus als je een R van 2 hebt, dan als je 1 besmetting hebt, kan die persoon 2 besmettingen maken. Een R van 9, hadden we in het begin, die betekent dat 10 personen, 90 personen kunnen besmetten. Nu is onze R rond de 2. Dus we zien wel een daling in het reproductiviteitsgetal.
En we zien op dit moment dat de ziekenhuisopnames die in het begin, in januari, rustig waren. Dus de ziekenhuizen die rustig waren, merken wij nu wel een drukte bij de checkpoint. En we merken dat degenen die in thuisisolatie zijn, die gemonitord worden door de huisartsen, dat er ook behoefte is aan zuurstofconcentrators, weer een paar. En de ziekenhuizen, dus de cohortafdelingen zoals we dat kennen, die beginnen weer langzaam aan te vullen. En ook in de ICU merken wij dat er weer mensen worden opgenomen. Omicron variant, om even daarop te komen. Omicron variant is een mutatie op Delta. En Omicron variant heeft weliswaar in de wereld getoond zich milder te gedragen dan de andere varianten. Dat hetgeen natuurlijk goed is, maar milder bij gevaccineerden. Dus laat mij dat duidelijk stellen. Dus dat het blijft COVID-19, want dat denken mensen, oh, Omicron is milder, dus het maakt me niet zoveel uit als ik het krijg. Maar we mogen daarvan niet uitgaan. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, 60-plussers, mensen met onderliggende ziekten, of mensen met kanker, of mensen met problemen met de immuniteit, zoals HIV of sikkelcel, of noem het maar op. Die mensen blijven nog gevoelig voor de gevolgen van COVID-19. Ook al zijn ze gevaccineerd, zijn ze een extra risicogroep. Dus we mogen niet uitgaan van het feit dat Omicron zich milder vertoont. Dus dat je dus onverantwoorder gaat leven. Dat mag niet zo zijn. We hebben nog steeds de Mohana-maatregelen, die superbelangrijk zijn. We hebben nog steeds een samenscholingsverbod. We hebben nog steeds een feestverbod. We hebben nog steeds een vaccinatiecampagne. Die ook getoond heeft, met name de boosterprikjes, die dan extra bescherming geeft aan gevaccineerden tegen Omicron. En ik moet zeggen, met het ontstaan van de vijfde golf, dat we ook gemerkt hebben dat de drukte bij de vaccinatiespots een beetje is toegenomen. Dat is natuurlijk een goed beeld, maar we zijn een beetje laat. Weet je? Dus we moeten dat blijven stimuleren, mensen motiveren om te gaan vaccineren. Maar belangrijk is dat ieder moet weten dat wij nu een serieuze gezondheidscrisis hebben. Weer een vijfde golf. Het is niet de eerste, niet de tweede, niet de derde, niet de vierde, maar de vijfde. Dus we zijn al 5 keren in die situatie waar we eerder waren. En dat we blijven informeren. Maar het is best begrijpelijk dat je als overheid steeds weer in die situatie vervalt van informatievoorziening, van bewustwording, van motivatie tot vaccinatie. Dus je snapt dat het ook demotiverend werkt naar het zorgveld. En deze situatie is niet gunstig voor de hele samenleving. Mensen die naar de SIH gaan met een ander probleem, moeten te horen krijgen dat ze niet opgenomen kunnen worden. Want de plekken zijn gevuld door mensen die COVID-19 hebben. Of mensen die geopereerd moeten worden, zoals u dat recentelijk hebt meegemaakt. Die operaties die steeds worden uitgesteld. Mensen die opgenomen worden voor een reguliere klacht of een regulier gezondheidsprobleem. Die moeten ook horen dat hun operatie niet door kan gaan, want ze raken besmet in de ziekenhuis. Op dit moment hebben we in het AZP alleen zoveel besmetting op verschillende afdelingen. Ik heb een lijst ontvangen van de leiding van het AZP. In de keuken 17 besmettingen. In de operatiekamer 7 besmettingen. Op de verschillende afdelingen besmettingen. En als ik vraag wat is de vaccinatiegraad bij het personeel, dan praat ik nu sec over het AZP, is dat 36%. Toch? Een jaar lang bijna. Straks in februari vaccineren we een jaar. En we hebben al booster, dus we hebben 2 prikjes en nog een booster al. Toch? Dus waar blijft onze verantwoordelijkheid? En dat is de vraag die wij ons hier afvragen bij het ministerie. Hoe lang gaan we dit kunnen accepteren? Hoe lang gaan wij dit tolereren? Hoe lang kunnen wij personen die daar gezond en wel gaan, of niet gezond en wel, maar eigenlijk gewoon gaan voor een controle naar de specialist, of voor een geplande operatie, dat zij besmet raken daar door zorgpersoneel. Of omgekeerd, dat zorgpersoneel besmet raakt door een COVID-positieve. Dus er zijn beschermingsmechanismen in het ziekenhuis gecreëerd. Het bezoekbeleid is veranderd. Er mag maar 1 bezoeker per patiënt, het liefst gevaccineerd. Maar dat kan je mensen niet vragen. Het wordt een enorme uitdaging voor de bewaking om dat te controleren. Mensen zijn heel agressief en willen niets daarvan horen.
En we hebben dus een situatie waar de zorg inderdaad op de rand staat van afgrond. Waarbij je straks om een eenvoudig, om het maar zo te noemen, eenvoudig gezondheidsprobleem niet meer van die reguliere zorg voorzien kan worden. En dat is eigenlijk het grootste en het ergste waarmee we ons op dit moment bezighouden als ministerie. COVID is er. We hebben al genoeg ervaring met de aanpak van COVID. De deskundigen, de teams, die zijn er. Die controleren dat gedeelte. Er zijn ook uitdagingen, met name op het financiële vlak en demotivatie. Maar wij focussen ons als ministerie nu vooral op hoe kunnen wij die reguliere zorg, tenminste op een laag pitje, maar wel blijven continueren. Waarbij je gaat moeten filteren, wat is nu prioriteit? Wat is belangrijk? We moeten die acute zorg kunnen leveren. Dat betekent iedereen die acuut ziek wordt, moet de zekerheid kunnen hebben dat je naar de SEH kan. Moet de zekerheid hebben dat als je een ongeval hebt gehad, een trauma, een verkeersongeval waarbij je meerdere ribfracturen hebt of fracturen in het lichaam, dat je geopereerd kan worden. Dat iemand een schotverwonding heeft of een steekverwonding, dat die persoon ook op de operatietafel kan. Want doe je dat niet, dan verlies je misschien geen mensen door COVID-19. Want je zorg is zo goed, je vangt iedereen op. Je zet alle resources in om de mensen het leven te redden. Maar dan verlies je mensen door eenvoudige dingen. Een kind met uitdroging kan niet worden opgenomen straks, omdat er geen verpleegkundigen zijn, omdat die besmet zijn. Een zwangere vrouw die moet bevallen en 13 verloskundigen zijn op dit moment besmet. En wie gaat dan die baby ter wereld brengen? Toch, het liefst wil je door een verloskundige. Iemand die straks een blinde darmontsteking heeft en daardoor een acute buik krijgt en komt te overlijden omdat we niet adequaat hebben gereageerd erop. Omdat de herkenning er niet is geweest, omdat die faciliteit er niet is. Dus u begrijpt wat de zorg is en wat de frustratie is bij het ministerie en het zorgveld. Dat we die reguliere zorg straks echt niet gaan kunnen bieden meer. Dus alle inspanningen die we nu plegen is gericht op het herstel van de reguliere zorg. En daarbij is ook de eerste lijn, namelijk de huisartsen, zeer belangrijk. Omdat wij daar de herkenning, de poortwachtersfunctie hebben. Dat de huisartsen in ieder geval de eerste plek is waar mensen terecht gaan. Mensen gaan niet allereerst naar een specialist. Je meldt je aan bij de huisarts. En ook bij de huisarts is de demotivatie er. Omdat je steeds weer vervalt in, ja, maar ik had u gezegd, u moet gaan vaccineren. Ziet u, nu bent u weer besmet. Of nu bent u besmet. Dus iedereen is nodig. Maar alleen door je collectief op te stellen en alleen door die collectieve verantwoordelijkheid te nemen, die individuele verantwoordelijkheid te nemen, gaan we een collectieve winst hebben. Dus dat is eigenlijk de focus op dit moment van ons als ministerie. En we hebben een aantal maatregelen getroffen die ik gelijk even wil doorgeven. We hebben bijvoorbeeld gemerkt vanwege de enorme toeloop naar de swabposten dat we het besluit hebben moeten nemen om per gisteren, dus maandag 10 januari, onze swabposten uit te breiden na 8 uur 's avonds. Dat is bij het BOG, Trop Clinic op Noord en bij het Wanica ziekenhuis. Daar mogen mensen tot 8 uur zich aanmelden om te swabben. Dus omdat we merken dat er enorme crowding ontstaat. En haast niet iedereen die daar gaat is inderdaad positief. Dus je kan ook gaan met een griepklacht. Je denkt je hebt COVID, je hebt bijvoorbeeld gewoon influenza. Maar omdat je daar gaat en je op elkaar staat, raak je besmet. Toch? Dus dat moeten we ook voorkomen. We hebben ook een advies gegeven met betrekking tot de inzet van sneltesten in thuisverband. U weet dat er heel veel testen worden verkocht bij winkels, bij drogisterijen, et cetera. We hebben gisteren een persbericht gelanceerd waarbij een lijst is aangegeven waar welke merken betrouwbaar zijn. En dat we ieder oproepen die testen willen importeren, dat zij of aanschaffen, dat zij even kijken naar welke testen precies kopen. Toch? En dat is belangrijk. Los daarvan, een test hebben thuis betekent niet de oplossing alleen. Want de test moet ook goed uitgevoerd worden. En er zijn instructiefilmpjes op YouTube. Wij werken ook aan een instructiefilmpje vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Die we dan ook gaan lanceren. We hebben wel gevraagd, als u een test hebt, maakt u even contact met uw huisarts. En laat de huisarts het voor u uitvoeren, als die het wil. Want natuurlijk, niet iedereen wil en kan. Of is niet meer in staat om het te doen. Maar dat het wel onder supervisie van een huisarts is, dus via een videocall, dat je dus even dat proces begeleidt. We hebben ook daar dus het advies gegeven van
laat dat ook zo gebeuren. En als het positief is, moet de huisarts het resultaat doorgeven aan het BOG. Want datacollectie is enorm belangrijk. Wij, de samenleving verwacht data. De samenleving verwacht om elke avond om 10 uur een beeld te hebben van wat. Dus u snapt, met die enorme toeloop, met die druk, dat we toch nog om 10 uur die resultaten willen produceren. Dus we hebben het besluit genomen dat wij vanwege het uitbreiden naar 8 uur 's avonds, dus de swapposten, dat die window van 8 tot 10 te kort is. Dus we gaan vanaf heden de resultaten om 11 uur 's avonds publiceren. Omdat dan het BOG en de overige plekken de ruimte krijgen om die data te verwerken. We hebben ook een enorme uitdaging met betrekking tot onze testvoorraad, testcapaciteit. Wij hebben nog heel weinig testen over, maar we kunnen op z'n vroegst denk ik dat wij aanstaande vrijdag onze testen binnen hebben. En dat wij inderdaad weer volop gaan kunnen testen. Dus we hopen dat goed gaat. En dat wij in ieder oproepen vanuit de overheid, vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Ja, de Mohana is de eerste stap die je moet plegen. De eerste zijn de basisfactoren, basisvoorwaarden die er zijn om niet besmet te raken. Dus je mondkap op, je handen blijven wassen en de afstand te houden. Als je die drie zaken in acht neemt, dan ben je alvast een stap verder. Het tweede is, als je klachten hebt, moet je niet wachten. Zo, heb je klachten, wacht niet. Stem af met je huisarts. Je hoeft niet eens met je huisarts af te stemmen als dat niet kan. U kunt zich gewoon naar een van de swapposten begeven om geswapt te worden. Alleen door te testen kun je weten als je isolatie moet. Als u naar de swappost gaat, vergeet je mondmasker niet. Dat is het belangrijkste. Want je bent mogelijk besmet en je kan daardoor het virus overdragen. Als je nog niet gevaccineerd bent, hebben wij nu nog genoeg vaccins in voorraad. Als je gevaccineerd bent, probeer ook de boostershot te nemen. Dus we geven de adviezen. We geven de mensen de ruimte. U kunt vaccineren bij BOG, bij het zorghotel. U kunt vaccineren bij Tropkliniek, bij Wanica ziekenhuis, bij de RGD Polyklinica. Op de website van CDS, op de website van Volksgezondheid BOG is er een lijst. Per dag waar en hoe laat vaccins worden toegediend en welke vaccins. Dus u kunt alle informatie krijgen op het overzicht wat we hebben gepubliceerd. En dat doen we wekelijks. Dus er is heel veel informatie. Ik roep alleen op om deze informatie tot u te nemen. En uiteraard de berichten te blijven volgen. De monitoring van de situatie vindt plaats door het Outbreak Management Team. Die adviseert het ministerie van Volksgezondheid op verzoek en ook ongevraagd. Mogelijk bij verslechteren van situaties dat we adviezen krijgen. De vraag over komen er strengere maatregelen of niet, daarop kan ik nu nog geen antwoord geven. Als het Outbreak Management Team dit adviseert, dan wordt het voorgelegd aan de regering en overwegen wij. Let wel, het besluit wordt genomen door de regering op advies van het Outbreak Management Team en andere teams die er bestaan en het ministerie ook adviseren. Natuurlijk ook in overleg met bepaalde sectoren. Heel belangrijk te weten is dat de maatregelen die we nemen een balans moeten hebben voor economie, maatschappij en zorg. Dit zijn drie factoren. De economie van de samenleving, de zorg in de samenleving, de gezondheidszorg en de maatschappij op zich. Dus dat is een balans. Misschien waren we in de eerdere golven meer gericht op de zorg, de gezondheidszorg. Maar het moet een balans zijn en een weerspiegeling van de evenwicht in deze drie aspecten. En dat wil ik dus meegeven, dat wij niet zomaar zullen overgaan tot maatregelen, maar dat wij daar een balans zoeken die nog veilig is voor deze drie gebieden. En op basis daarvan kunnen we pas een uitspraak doen. Als we overgaan tot bijvoorbeeld aanscherping van lockdownuren of het verminderen van samenscholing of sluiten van bepaalde diensten die nu nog open zijn. En dat wij daarnaar kijken. Met betrekking tot vaccinatie hebben wij een doelgroeppopulatie die wij vaccineren in Suriname. Dat is 12 plus. En daar 12 plus weet u is Pfizer. Pfizer is het enige vaccin dat is goedgekeurd voor de leeftijd van 12 jaar naar boven. We hebben dus Pfizer, we hebben AstraZeneca. Dat is eigenlijk het meest toegediend in Suriname. We hebben
Moderna gehad, dus inmiddels opgeraakt. En we hebben Sinopharm. We hebben dus de doelgroeppopulatie, dat is 12 plus. Dat komt op een aantal, dus de groep zelf is 481.651 personen. Daarvan is volledig gevaccineerd 38,2%. En we hebben de totale populatie, dat is 601.158. Tot heden hebben we 520.000 prikjes geplaatst. Dus prikjes. Maar als we kijken naar hoeveel personen zijn volledig gevaccineerd, dan komt dat op 47,72% die volledig is gevaccineerd. En de mensen die boosters hebben gehad, dus van de volledig gevaccineerden in de totale groep als je kijkt, is dat 5,8%. Er zijn bijna 28.000 booster shots toegediend. Belangrijk om te weten voor de samenleving is dat dit nog aan de erg lage kant is. Als we kijken in de regio, want we hebben ook overleg met de landen in de regio, via de CARICOM, via de PAHO, de CARFA, dan merk je dat we ongeveer in het gemiddelde zitten van het Caribisch gebied. Dus die hesitancy, die lage bereidheid, is niet alleen een Surinaams probleem. Het is een probleem ook in de regio en ook in andere delen van de wereld. Maar als je kijkt naar beschikbaarheid van vaccins, dan hebben we op dit moment AstraZeneca, wat Pfizer hebben we wat over en Sinopharm. Dus deze drie vaccins worden gebruikt in onze campagne. We krijgen binnenkort de donatie van Amerika via CARFA, dus CARICOM, krijgen we binnenkort weer Pfizer vaccins. Dus er zal genoeg. De vooruitzichten dan voor de campagne is dat er genoeg vaccins beschikbaar zullen zijn voor die samenleving. En dat is dus de informatie met betrekking tot vaccineren. Het beleid van Volksgezondheid voor de komende periode met betrekking tot vaccineren zal zijn dat wij het BOG en de RGD en de medische zending als basis hebben voor vaccineren. Maar dat er ook nog wat andere plekken zoals Dropkliniek, het Zorghotel, waar er enorm goede toeloop is. Maar en ook hebben we de mobiele unit vanuit het BOG, die dan op afroep, bijvoorbeeld bij een bedrijf of een hotspot, op een dag aanwezig zal zijn. En die mobiele unit heeft hele goede cijfers gehaald, omdat het op verzoek is geweest van bijvoorbeeld een kerk of een groot bedrijf. Of een hotspot ergens, weet je, dus door de Lions of wie dat ook georganiseerd. En dat willen we blijven inzetten, want dat kan helpen om een gebied makkelijker te bereiken en dicht bij de omgeving van mensen te zijn. Alhoewel de RGD polyklinieken goed verspreid zijn en dat mensen gewoon kunnen gaan informeren. Op de lijst zie je ook welke RGD polyklinieken vaccineren. Dus ik wil die samenleving oproepen, er zullen genoeg plekken zijn en blijven. Om te vaccineren, het enige is, u moet ready zijn. U moet uw mind opmaken. En het is goed om goede informatie en informatiebronnen op te sporen. Maar kijk vooral ook naar betrouwbare informatiebronnen. Want social media staat bol van bepaalde dingen. Ik merk dat die antivaxbeweging op dit moment, of die beweging die het vaccineren betwijfelt, minder agressief is. Maar ook wij hebben een beetje de mening met betrekking tot deze groep een beetje verzacht. Alleen dat we ergens moeten komen om als land te begrijpen dat het heeft geen zin om die polarisatie te hebben. We moeten juist één mening hebben om eruit te komen. En ik zie het als een bewustwordingsproces. En ik heb er eigenlijk wel begrip voor dat het tijd neemt voor mensen om te beseffen. Alleen laat de tijd niet de oorzaak zijn van vele verlies van mensenlevens. En dat is het enige wat ik nog te zeggen heb.